Yes. View full screen. Okay. This is also clear. Okay. Ja. Is het nog gelukt met jou, met de tekening? Ja. Ja. En is het jou ook gelukt met de tekening? Ja. Nee. Ik haal hem net uit de print. Of ik plastificeer het altijd. Hè. Maar ja. Ik zou er zo meer over vertellen. Oké. Hoe zullen we het doen? Even kijken. Wil jij beginnen of zal ik beginnen? Begin maar. Ja? Ja. Oké, Leuk. goed. Ik heb wat ik je al zeg, een highway-drawing is altijd een persoonlijk beeld wat ik van iemand krijg. En dan ga ik vaak kijken naar wie iemand is, wat iemand doet. En dat geeft een indruk voor mij. En dan begin ik vaak met een naam. En ik zal hem even laten zien. Staat het er goed in beeld nu bij jou? Ja, het is niet in spiegelbeeld. Staat er een spiegelbeeld voor jou? Nee, niet. Het is goed. Oké, dan staat het goed. Je naam is Bian. Daar begin ik altijd mee. En de naam Bian, namen hebben altijd een betekenis. De naam Bian. Ik kwam erachter. Ja, je weet het zelf waarschijnlijk wel. Wat het betekent. Weet je het? Ja, ik weet niet welke betekenis jij gevonden hebt. Nou ja, ik vond de eerste, de beste term betekenis heb ik gebruikt. En dat is held en dapper. Ja. Ja, dat klopt. Ja, nou dat is gewoon iets wat mensen meekrijgen met hun geboorte. Daar groeien ze mee op. Maar dat is tegelijkertijd met alles wat je meemaakt. Jij bent natuurlijk in Iran geboren. Dat staat er ook bij, Iran. En je hebt ook een Ja. moeder. Ik zag dat je ook een moeder had, die nog leeft en dan heel oud is. Ja. Die heb ik in deze drawing heb ik dat ook erin betrokken. Moeder, die had iets met praten, had ik begrepen. En ik vond het heel leuk om te zien ook. Hè. Ja. Wie ben je in opzicht? Ik vroeg je van. Heb je kinderen? Er zijn vier kinderen. En eentje die heeft nu vakantie, heb ik begrepen. Ja. Dat zijn, ja. En voor de rest, de afspraak die we hebben gemaakt, die staat er gewoon zelfs op. We hebben het gehad over de onderwerpen. Sorry Hans, welke afspraak bedoel je? De afspraak van vandaag. Oh, deze afspraak, dat wij hier nu in de Zoom zitten. Oké, dankjewel. Dat wilde ik ook. Gisteren was ik nog even vergeten. Toen heb ik die band afgeluisterd. En je ziet daar hele kleine fotootjes tussen. Ja, ik zou hem wel toesturen. Dan kan je beter zien. Maar dan zitten dus allemaal kleine fragmenten van onze portretten in. Die tijdens het gesprek voorbij zijn gekomen. Dus het zijn in totaal wel. Hè? Ons vorig gesprek. Van ons Ons vorig vorige gesprek. gesprek. Van ons vorige gesprek. Het is gewoon een Ja, toen ik momentopname. in, ja, toen ik in Enschede zat. Ja, toen jij in Enschede zat. Toen hebben we met elkaar gesproken. En toen heb ik hem ook opgenomen. Ja. En daar maak ik dan foto's van. Dat is een Ja. methode. Dat is wat ik wat vaker toepas, zeg maar. Ja. Nou. Leuk. Waar zie je dat? Omdat ik er nu niet zie, maar waar zie je dat in de tekening? Die portretten. Ja. Je ziet die kleine grijs puntjes. Deze. Oké, ja, ik denk dat ik het snap en dan zal ik het zien als ik hem Ja, nou ja, heb in. even kijken Ja, hoor. oké. Je ziet hier en daar zie je allemaal kleine portretjes. Dat is van jou Oh en ja. mij. Ja, nu zie ik ze, nu zie ik ze. Ja, het is Oké. heel klein hè, nu voor Het is mij. heel Maar ik zie klein. het.
Maar het zijn ook allemaal kleine momentjes die je meemaakt. En dat, Ja. ja, die, ja ik let daarop van of iemand veel lacht. Of in het begin was jij heel serieus, was je niet veel aan het lachen. En dat soort dingen, dat noteer ik. Nou, we hebben het. Jij hebt het gehad over schalen in de hoek. En dan, ja, intuïtie, dat is een belangrijk gegeven voor jou, heb ik begrepen. En je wilt niet schalen niet in de hoek van paranormaal. Dat heb je heel duidelijk gezegd. Dat zijn. Nou, dat was dan de voorwaarde van uitzenden of niet uitzenden. Ja, en dan heb je daar hier nog een soort van. Ik heb er wieltjes onder gemaakt. Onder de. Dus een soort voertuig wat voorbij gaat, zeg maar. Een soort. Dit is ook een raam, moet ik het voorstellen. En, welk voertuig is dat? Welk vehikel is dat? Wat vervoert dat vehikel? Dat maakt niet uit, het is iets wat voortbeweegt. Oké. Okay. Jij en je moeder bewegen voort langs mij. Oké. Ja, oh, moeder is in een aanhanger. Ja, die is in een aanhanger. Je zit er erachter. Ja, maar leuk. Ja, zo, maar zo heb ik allemaal keuzes gemaakt. Café-restaurant Het Loetje staat er ook nog op. Ja, precies. Daar was ik. Dat zijn. Het zijn allemaal dingen die, waar we het over gehad hebben en wat je benoemd hebt. En allemaal keuzes van zinnen die je kiest. En ik heb daar mijn eigen kleur natuurlijk, mijn indrukkleur heb ik mee ingevuld. En dat is een eiwitdrolving. En dat kan iedereen persoonlijk maken. Maar het is natuurlijk mijn invulling van de kleur en niet van een ander. Maar ik begeleid mensen hier dan natuurlijk ook in, dat ze echt alles van hunzelf gaan tekenen. En dat is eigenlijk het gegeven van de highway drawing. Dat je eigenlijk. Hoe noem je dat? Drawing? Highway drawing. High. Wie? Dat komt eigenlijk van het begrip witboard. Ik heb hier. Ik zal het even erbij pakken. Ja, hier. Ik teken het gewoon dus op een wit bord. En eerst werden het allemaal schilderijtjes, maar dit is eigenlijk de basis waar ik mee begin. Ik ga dit op met een zwart-wit gewoon. Ja. En dat doe ik met de hand bewust, want ik vind dat het handschrift belangrijk is. Ja. En dat fotografeer ik dan. En dan heb je de keuze. Je kunt het uitprinten tot je het gaat inkleuren met gewoon potlood. Dat kan. Maar je kunt het ook als je een beetje handig bent of als je dat wil leren, dan kan ik dat ook doseren. Hoe je dat doet met een Photoshop bijvoorbeeld of een andere fotobewerkingsprogramma. Ja. Dat is dus allemaal tegenwoordig heel goed mogelijk om dat te doen. En ik heb natuurlijk al fotografie, dat is mij heel eigen. En dat is op een gegeven moment gedigitaliseerd allemaal. Dus nu tegenwoordig heb je alleen maar digitale camera's bijna. Ik heb nog een aantal doka's van waar ik veel les mee heb gegeven. Nou, dat is allemaal. Dat is passé allemaal, hè? Dat zijn die. Ik heb toen op de middelbare, op de optiekopleiding, was dat inderdaad dat we dus ook fotografie kregen en dus een doka, waar we dus echt met negatief aan de slag gingen. Ja, daar heb ik een les in gegeven, veel. Ja. Amsterdam. Ben jij nu klaar met de tekening? Dat is ongeveer de indruk die ik geef. En dat gaat natuurlijk. Ik maak het nu voor jou zo'n schets. Dat doe ik dus eigenlijk vrijwel wekelijks voor een programma. Gewoon om dat te oefenen. Dat heb ik een paar jaar nu gedaan. En dan komen vaak de geïnterviewden, die reageren er vaak op, of de programmamakers.
Ja. Die vinden dat heel dat leuk. Ja. 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 Doe je dat nu nog steeds of was ik heb het toch, ja, ik heb het, gisteren ben ik het even, had ik het te druk, heb ik het niet gedaan, maar dat moet ik nog, ga ik nog doen. En ik ben nu zelfs bezig met een, via TikTok was een jonge vrouw van een jaar of 21 of 22, die wilde mensen uitdagen met een bijbeluitdaging. Een bijbellees, gezamenlijke bijbelleesuitdaging. Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Omdat ik, ik ben nooit gelovig opgevoed en ik ben... Ja. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen kijken en hoe mensen beleven, hoe mensen met verhalen omgaan. Ja. Dat is mijn oceaan. Ik wil weten welk verhaal achter mensen zitten en welk verhaal wat ze volgen. Ja, en dat teken je dus. Zoals ja, teken. Ik ben er toen destijds opgekomen, omdat we met een groepje het verhaal van Johannes gingen lezen. Ja. En dan heb je allemaal een verschillend beeld. Maar ja, wat maakt het voor mij hanteerbaar dat ik die beelden kan onthouden? Als ik dat alleen maar opschrijf, dan zijn het woorden, die zijn zomaar weer weg. Ja. Dat is een belangrijke professor uit Iran, dat wil ik nog even vernoemen. Dat was waar ik veel waarde aan hecht. Zeg maar, nee, niet ook weer te veel, maar... Hij heeft toen destijds, het is een zekere Albert Meridian, misschien ken je hem, misschien nog nooit van gehoord. Albert Meridian, die komt uit Iran en die heeft, heeft uitgevonden dat je met woorden in communicatie slechts 7% zegt eigenlijk maar. Een veel groter deel, dat is 38%. Was zijn vinding dat je het met klank doet. Ja, intonatie, ja. 55% was met lichaamstaal. Ja. Nou, dat, die drie... Heeft hij dat uitgevonden, bedacht? Hij, als je die 7, 38 en 55% intoetst in Google, dan kom je automatisch bij Albert Meribium. Ja. Hij is nou ja, want ik ken deze getallen en het was altijd dat ze zeiden, maar ze zeiden, in mijn ding heb ik nooit gehoord van waar het vandaan kwam, maar het was dus elke keer als het over NLP ging, dan was het van, nou, het is zoveel procent lichaamstaal, zoveel procent is maar woorden, dus je intonatie, beelden, dat is wat mensen onthouden. En dus, daarom zit ik dus nu zo te doen. Omdat dat... Ja. Nee, maar wat... Het is wel leuk voor je om dat te vernemen dat het uit Iran komt. Hè? Ja, joh. Ja. Dat is echt weer een wet van mede en persen dit, hè? Ja. Nee, even... Hans, vind je het goed dat we, om het niet te lang te maken, maar dan kunnen we dus dit ook nog gaan uitzenden bij mij posten, want hoe groter het is, hoe lastiger om het te uploaden. Ja. Wil jij sowieso alsjeblieft de naam van die pers naar mij sturen, alsjeblieft? Ja, En ja, dankjewel. Dankjewel voor wat jij gemaakt hebt voor mij. Doet me ook denken aan een bepaalde vorm van een soort mindmapping, weet je wel? Waarbij je dus in beeld brengt wat je dus gehoord hebt, gezien hebt, ervaren hebt. Zal ik nu mijn tekening laten zien die ik gemaakt heb van jouw naam? Ja, dat is prima. Ja? Is goed. Want... Wil je het apart opnemen? Of wil je, wat is je voorstel? Ja, ga lekker door met opnemen, is helemaal goed. Oké. Okay. Ja. Sowieso opnemen, we hadden afgesproken. We nemen het op. En, want ik wist niet hoe je het deed. En ik zei, laten we afspreken. Dat nadat we het, hoe heet het, jij het opgenomen hebt. En we weten hoe het gegaan is. Dat als er geen privé dingen in zijn, wat we niet willen delen. En zo, en als het akkoord is, ja, dan gebruiken we het en anders doen we het niet. Dat was even voor de luisteraar. Dat had ik zo begrepen, ja. Ik heb je getekend, Hans. Ja. Ik doe het intuïtief, zoals heel groot.
op jouw tekening stond. En dan punt 1 is ja, welke kleuren. En punt 2 is ja, welke lijnen, vormen. En hoe verbind ik die? En het ziet er nu als volgt uit. Even kijken hoor. Ja. Want. En ja, ik doe het dus digitaal en niet op een bord. En ik teken met mijn digitale pen hierop. Je tekent met je potlood, met je... Een digitale pen. Een digitale pen, oké. Okay. Teken ik op het op de iPad. En dan kan ik dus kiezen uit miljoenen kleuren hierin te gebruiken. En ik kan, ja, de lijnen kan ik zelf lostekenen, maar ik kan het ook manipuleren met het softwareprogramma dat ze bepaalde dingen doen. Maar goed. Ja, ja. Welk programma gaat je mee? Even kijken, ik vergeet het altijd, de naam. Stom, hè? Werken elke dag mee. Weet je ook weer. Nou, mag ik daar straks... Ja, nee, dat is goed, Jan. Het is eigenlijk niet om te tekenen. Je kan er tekenen, maar het is om notities te maken. En daarvoor heb ik het ook aangeschaft. Het is heel goedkoop, hoor. €7,95, €8,95 is het. Het is een app. En ik heb het gekocht vanwege 2 Billion Eyes, de reizen. Ik maak altijd aantekeningen natuurlijk als ik met mensen praat. Alleen soms heb ik aantekeningen nodig van 2-3 jaar geleden dat ik met iemand gepraat heb. Dat ik het opnieuw erbij wil hebben. En dan had ik het dus geschreven in een schrift. Maar ja, die schrift neem ik niet allemaal mee. En het is allemaal zwaar. En bladeren en zoeken en weet ik veel. Dus heb ik dit gekocht. Want hierin kan ik alles noteren. En alles, ja, heb je allemaal bij elkaar. Altijd bij je. Hans. Je bent een bijzonder iemand. Wie is er niet bijzonder? Het is een beetje cliché, maar je bent bijzonder. Ik zie jouw artistieke kant. Creatieve kant. En ook wat ik zie is een bepaalde eenvoud. So what you see is what you get. Sommige mensen zijn gecompliceerd. Er zijn allerlei dingetjes en ditjes en datjes. In mijn beleving, hè, of in mijn optiek, hoe ik gekeken heb, subjectieve waarneming, was het van nee. Gewoon, dit is het, Hans. Recht door zee, zegt wat hij wil. Probeert het te zeggen zoals het is, zonder te veel kleur te geven. Gewoon, dit is het. Het niet helemaal te verpakken en te verbloemen of wat dan ook. Wel met respect, waardigheid, waardering, de ander in waarde latend. Niet iemand die snel oordeelt, veroordeelt. Hij weet hoe het is als dat gebeurt en bij je wordt gedaan. En dat is vervelend als mensen je heel snel in een bepaald hokje stoppen. En daardoor dan stoppen met kijken. En jij wil graag blijven kijken. Blijven zien, blijven leren. Wie is die ander? En te ontdekken. Want je voelt, ervaart dat dat jouw rijkdom geeft. Als je blijft kijken. Want als je stopt met kijken, komt er niks meer. En dan kun je ook de waarde niet meer ontvangen wat je zou kunnen ontvangen. Heb je iets met vogels? Je hebt iets met vogels? Je ziet iets met vogels? Nee, ik vroeg me af, heb jij iets met vogels? Een bepaalde liefde voor vogels? Ja, ja, dat klopt. Ik heb ben zelfs afgestudeerd met een sprookje van het, ja, een van mijn onderdelen van afstuderen. Welk sprookje? Het lelijke jonge eendje, dat is een vogeltje.
Welke, de wat? Redelijke jonge eendje van Hans Christian. Oh, ja. Ik heb het laatst gebruikt in een coachinggesprek. Het lelijke eendje, ja. Het is een autobiografisch verhaal van de schrijver, zeg maar. Dat weten heel veel mensen niet, maar... Ja, nee, dat weet ik. Maar de reden dat ik het vraag is, want terwijl ik tekende, want wat je ziet is een hele grote H, die op de een of andere manier gevormd is, hè. Maar wat ik ook zag was dit vogeltje. Hè? Deze vogelsilhouet. Zie je dat? Ja. Dus in het wit is er een vogel. Ja. Dat. Dat. Ja, terwijl ik aan het tekenen was, dus de H te vormen op een manier waarop de H is, ontstond er ook dit vogeltje, een soort silhouet van een vogel, wat voor mij zo was... ja, zo voelde het en daarom vroeg ik het. Van, ik moest daar een vogeltje laten zijn en ontstaan. Want je hebt iets met... Ik heb veel schilderijen gemaakt ook van vogels, dat klopt, ja. Ja. En ik vind het wel fascinerend ook, vogels. Ja. Maar wat is het voor jou, een vogel? Deze vogel? Nee, vogels. Vogels in het algemeen. Ja. Als het algemeen. Nou, in het algemeen, ik heb niet iets heel speciaals met vogels. Ik wil wel antwoorden hoor, maar we moeten niet ineens weer terug bij mij zijn als ik nog niet klaar ben met de tekening. Maar dat geeft niks. Nou, ik kan daar een boek over schrijven, dus ik zal heel kort alleen maar tip doen. Toen ik klein was, mijn ouders hadden papegaaien. Zeven papegaaien van die groene. En omdat ik stout was, werd ik heel vaak geroepen: Bijan. Ik was heel jong toen, hè, weet ik veel, 3, 4, 5. Maar dat papegaaien, je weet het. Die zeiden dus één ding en dat was: Bijan. Omdat ze zo vaak Bijan hoorden. Dat is wat ik heb met vogels 1. En, maar goed, associaties voor mij zijn vrijheid. Met vliegen. Hoog kunnen vliegen en kijken en vanuit de hoogte dingen kunnen zien en verbanden kunnen zien en het geheel kunnen overzien. Dat zijn voor mij vogels. Maar ja, ook vreemde vogels zijn er ook. Ja. En soms voel ik me een vreemde vogel. In bepaalde situaties denk van, ja, kom ik weer. Want mijn fantasie is heel rijk en dan kan ik altijd iets totaal tegenovergestelds ook zien, die anderen niet zien. En bijna dat je dan denkt, nou, die gozer is niet in orde hoor, daar is iets mis mee. Maar om even terug te gaan weer naar Hilversum. Ja. Naar de H. Hans. Als ik zeg zeven mijlslaarzen, zegt jou dat iets? Zeven mijlslaarzen? Ja, dan denk ik aan een sprookje. Ja, maar zegt het meer dan alleen maar dat het een sprookje is? Heb je daar iets mee? De zeven mijlslaarzen, dat zijn hele... Ja, daar kan je hele grote stappen mee maken. Daar kan je... Daar vlieg ik mee naar de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld. Met z'n... Ja... Maar zeven mijlslaarzen, ja, het verbindt een verhaal, maar het verhaal moet mij eerst weer te binnen schieten. Waar het ook weer over, de zeven mijlslaarzen. Het is een bekend sprookje, ik weet het, maar ik zou het opnieuw moeten lezen, ik heb het niet paraat. Nee, ik ook niet, ik weet het ook niet. Ik weet wel, en ik weet ook niet meer hoe het precies ging, we zouden het zelf kunnen gaan lezen en zien. Maar dat is ook een beetje wat voor mij terugkwam, en ook hier in de tekening, en dat hij er ook in moest zijn. Laarzen, reizen, lange afstand. Snelle stappen, zeven mijls laarzen.
snelle stappen willen maken in nieuwe dingen. Grote stappen zetten. Is dat herkenbaar voor jou? Grote stappen zetten, ja. Wat je daaronder verstaat, is me nog niet duidelijk. Maar het is een grote stappen maken. Ja, als je van de ene kant in de wereld naar de andere kant verlangt voortdurend, dan maak je voortdurend hele grote stappen, kan je zeggen. En dat, ja, zo ziet mijn leven er weer op dit moment uit. Ik heb mijn vrouw woont in Diepeloog City. En dat is, dat is hier 14 uur vandaan vliegen, zeg maar. Dus best wel ver. En ik wilde heel graag weer naartoe. Om daar dan online te verder te gaan werken. Maar dat is, dus als ik 7 mijls laarzen, als ik die zou hebben. En ze zouden mij echt met een gemak daar naartoe kunnen brengen. Dan geweldig. Maar dat is een sprookje. En dat zijn natuurlijk allemaal. Sprookjes zijn nooit. Het woord sprookje, dat lijkt op een kinderverhaal. En voor mij zijn gesproken woorden zijn, verhalen van de historie, zeg maar. En ook, ik ben veel echte goede verhalenvertellers tegengekomen in Nederland. Daar ben ik bevriend mee geraakt. En die mensen zijn mij heel dierbaar, omdat ze gewoon meer konden doen met verhalen dan de meeste mensen. Bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen, ik ken Willem de Ridder, dat is een verhalenverteller. Die ken ik vrij goed. En die wilde ik ook op een gegeven moment, toen ik een krant uitgaf, wilde ik hem een krant geven voor mij. En ik kreeg 3 kranten terug van hem. Maar hij is iemand die bij ons op de kunstacademie veel colleges gaf. En hij is altijd in de weer geweest met verhalen. En als ik daarover begin, dat is een wereld op zichzelf. Waar heel veel te doen is in Nederland en België. Want hij, om een heel klein dingetje te vertellen. Hij vertelde mij toen ik hem een krant kwam brengen. Vertelde mij het verhaal dat hij een boek had geschreven. En dat boek heette Spiegologie. En dat spiegologie, dat is dat iedereen van elkaar een spiegel is. Ja. En dat hij, daar had hij dus ook een, daar was hij niet zomaar achter gekomen. Hij was daar, hij had het, zag het helemaal niet meer zitten in Nederland. En hij was naar Amerika gegaan. En daar komt hij een advocaat tegen, een zekere Arnold Patent. En die advocaat die begreep wat er mis was in Nederland en wat er ook mis was in Amerika. En dat was dat heel veel mensen niet meer leren wat gewoon liefde is. Werkelijke liefde, dat kennen ze niet meer. Ja. En dat wordt niet geleerd op scholen heel vaak. Nee. Dus Arno Patent, die raadde hem aan om terug te gaan en om gewoon groepjes te gaan formeren. Je moest fanclubgroepjes gaan formeren. Ja, ik snap het, ja. Toen heeft hij zich teruggetrokken op Ameland en heeft hij dat verhaal wat hij van gehad heeft, een boek van geschreven. En dat heeft hij Spiegologie genoemd en daar heeft hij een fanclubspel in beschreven. Mm-hmm. Nou, en toen ik hem tegenkwam, toen zei hij al, Hans, je gelooft het of niet, maar er zijn 100 groepjes in Nederland en België al gekomen die wekelijks bij elkaar komen om dat spel te gaan spelen. Het werkt. Ja, wat leuk. Ja, heeft hij goed gedaan? Hè? Ja. Ik zei, dat heeft hij dan goed gedaan. Hij heeft het meegenomen en ook iets mee gedaan. Ja, Ik ben er toen zelf ook nieuwsgierig naar geworden. Ik wilde weten, is dat dan ook in de buurt van Rijswijk en Den Haag? Nou, er waren zelfs 2 groepjes. Dus ik heb met een paar jaar ben ik meegegaan doen met zo'n spiegologiewerkgroep. Dus ik ben zelfs in contact gekomen met de toporganisator. Als je het boek ooit koopt, dan staat er een voorwoord in van een zekere Yvonne Samuel. Die naam alleen al, die bracht mij zoveel. Die heeft mijn hele Bijbelstudie gegeven. De naam alleen. Ja. Maar dat is. Ja, Hans,
Vind je het goed dat we het nu afsluiten? Deze video ook. Ja? Zodat ik, hopelijk lukt het dus dat ik deze video ook inderdaad kan uploaden. Dat gaan we ontdekken. Ja. Ik vond het heel leuk. Ik hoop, vond jij dit leuk? Ja, ik om te doen samen? Ja, het was ook jouw idee om dit te doen. En nou, bij deze hebben we het gedaan. En dank je wel. Heb je verteld wat jouw verhaal verwoordt? Heb je alles kwijtgekund? Heb ik wat? Heb je alles kwijtgekund van wat jij... Ja. Ja? Oké. Okay. Nee, dat even. Ja. Dat is even. En alles wat ik kwijt wil, hier en ja. Nu, ben ik kwijt. Ja, heb ik kunnen doen. En alles wat ik nog eventueel toe te voegen heb, kunnen we in een privégesprek doen. Ja, oké. Okay. Dan zet ik nu de recorder op stop. Even kijken. Ja, fijn. Nou, dag allemaal. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie dit heel erg leuk hebben gevonden. Oké. Okay. Ja, allemaal dank. Ja, tot zo.